En als je het daar niet mee eens bent, dan mag je die spons gooien en soms dan... Ja, super cool dat je weer kijkt naar een nieuwe Vloggels. Een vlog waarin ik zal vertellen over mijn leven als schrijfster, maar ook over mijn leven als gewoon Maren, zonder stoffels. En op dit moment ben ik aan het corrigeren, of eigenlijk heb ik dat al gedaan. Het gaat om mijn nieuwste boek. En dat boek gaat heten... Omdat jij anders bent. En dat verschijnt in oktober, dus jullie moeten nog heel eventjes wachten. Maar het wordt echt een heel gaaf boek. En op dit moment moet ik de uitgever gaan mailen. En dat is iemand die daar werkt en die heet Wendy. En Wendy is van de correcties. En er zijn nog een aantal dingetjes die niet helemaal kloppen. Dus daar moet ik nog even over mailen. Zo staat er op een gegeven moment, en gelukkig zag mijn moeder dat. Op een gegeven moment heeft mijn hoofdpersoon het over toetsen die ze vindt in een bureaula. Alleen die toetsen die zouden komen uit 1962. En toen waren er nog helemaal geen toetsen. Tenminste niet op gedrukt papier zoals we nu kennen. Toen waren er veel meer mondelinge overhoringen. Dus dat was echt super scherp van mijn moeder. Dus muah, mam, dank je wel dat je het hebt gezien. En dat moet er gewoon uit. Je zal maar een oma hebben die denkt, ik wil een boek lezen dat mijn kleindochter leest. En die pakt Omdat jij anders bent. En die leest het en die denkt, dit klopt echt voor geen meter. Nou, dat wil je niet. Als jullie dit boek straks gaan lezen, dan zal je die fout in ieder geval niet meer tegenkomen. Ik had vandaag bij de praxis een stoel gezien, een onbehandelde houten stoel. En ik dacht, daar kan ik wel wat mee. En hij was helemaal blanco toen ik hem kocht. En nu ziet hij er zo uit. En ik heb deze stoel gemaakt voor Eefje. Eefje is mijn vaste redacteur bij uitgeverij Leopold. En ik hoop dat ze hem heel gaaf gaat vinden. Goedemiddag allemaal. Ik ben op weg naar uitgeverij Leopold. Ik heb mijn stoel voor Eefje bij me. En ik ga even lekker met haar lunchen. Super gezellig om haar weer te zien. En ik neem jullie mee. Dus altijd al willen weten hoe een uitgeverij er van binnen uitziet, blijf dan zeker even kijken. En het grappige is, mochten jullie nou, ik denk dat dit het einde is, hebben gelezen, dan lees je in een van de eerste hoofdstukken dat Maas op een gegeven moment een lift krijgt van een man die heet Gavin. En Maas wordt opgepikt bij een benzinepompstation. En dat benzinepompstation had ik heel sterk in mijn hoofd. Dat is namelijk het station waar wij zo meteen langs rijden. Dus ik zal proberen om dat even in beeld te brengen voor jullie. Het is misschien wel leuk om even te zien wat ik als schrijfster in mijn hoofd had. En of het een beetje lijkt op wat jij in je hoofd had. Nou, hier kom je dus binnen. En de naam van mijn uitgever is uitgeverij Leopold. En hier zien jullie het omslag van mijn nieuwste boek. En dit is de werkkamer van mijn redacteur Eefje. En ook van mijn redacteur Wendy trouwens. Die zitten gezellig samen. Het zijn twee van een drieling, dus dat is wel gezellig natuurlijk. En ze zitten heel erg hoog. Ik ga hier liever niet bij staan. En ze zitten tegenover een hotel. En daar zien ze af en toe hele rare dingen zoals naakte mensen. Hier staat iemand zich om te kleden. Dat kan je allemaal zien vanaf hier. En rijden met boeken natuurlijk, dat is waar een uitgeverij onbekend staat. Heel veel boeken. Dit zijn alle nieuwste aanwinsten. Nieuwe kikker, onder andere. Het is altijd heel erg leuk als je binnenkomt om hier even tussen te neuzen. En af en toe staan natuurlijk ook mijn boeken hier tussen. Maar de nieuwste komt nog uit, dus dat wordt nog even wachten. Ja, dit was echt super gezellig. Het was heel leuk om Eefje en Wendy weer te zien. Ik heb Eefje uiteindelijk nog een heel groot deel van mijn nieuwe boek voorgelezen. Echt een primeur, want ik ben echt pas op 1/5 ongeveer van het boek. Ik heb de stoel gegeven, die vond ze ook heel erg mooi. Dus Eefje, als je dit ziet, ik hoop dat je er blij mee bent. En dat hij een mooie plek krijgt in je kantoor of in huis. En vanavond begint toneel weer. Waarschijnlijk is jullie school ook alweer begonnen. Het spijt me voor jullie. Maar toneel is wel echt super leuk. Ik heb één keer in de week improvisatietoneel. Misschien ken je de lama's wel. Daar lijkt het heel erg op. En vanavond ga ik alleen maar kijken. Ik hoef niks te doen. Ik ga een voorstelling bekijken van mijn teamgenoten. Die gaan een voorstelling geven voor de eerstejaars van dit jaar. Maar dat niet alleen, want bij theatersport ben je ook heel erg actief bezig als publiek. Je mag namelijk rozen gooien naar de spelers waarvan jij vindt dat ze het goed hebben gedaan. Een leuke grap hebben gemaakt of een mooie scène hebben neergezet. En je krijgt sponsen.
natte sponsen. En die sponsen mag je gooien naar de drie rechters die er zitten. Die gaan punten geven aan de spelers. En als je het daar niet mee eens bent, dan mag je die spons gooien. En soms dan krijgt eentje hem vol in zijn gezicht. Ik had een beetje hetzelfde. Ik dacht, ja, ik kan maar vijf keer, maar er was er één in het watergeval, twee in het watergeval, drie in het watergeval. Ja, dan bleef er maar twee over. En ik vond ook dat ik toch even gezegd hebben. Ja, en die rechters kregen deze show zoveel sponsen naar hun hoofd gegooid. Dat is niet normaal. Moeten jullie kijken wat hier allemaal op de grond ligt. En op een gegeven moment had ik een zeiknatte spons en ik gooide hem naar die middelste rechter. En die ging echt een centimeter boven haar hoofd tegen de muur aan. Dus dat was heel erg jammer, hoewel zij waarschijnlijk zelf daar best wel heel blij mee was. En het is tijd voor een nieuwe Maren prijsvraag. Deze week kunnen jullie een boek winnen. En niet zomaar een boek, namelijk het boek Sproeten Liefde. Wat moet je doen om dit boek te kunnen winnen? Zet hieronder in de comments wat jouw favoriete boek is van mij. En laat ook meteen even weten waarom. Misschien vond je het ontroerend, grappig, spannend of heb je er iets aan gehad? Het leukste antwoord wint in de volgende vlog dit boek. Dus als je meedoet, ga dan ook echt zeker weten de volgende vlog kijken. Want anders loop je misschien wel je prijs mis. En dan is het ook meteen weer tijd om te gaan afsluiten. Super tof dat jullie hebben gekeken naar deze nieuwe vloggels. Hopelijk vond je hem leuk. Vergeet dan niet even deze video te liken. En abonneer jezelf op mijn kanaal hier beneden. Die is voor jullie. En tot de volgende vloggels.